Lorca van de Putten, je bent eventjes terug in België. Hoe gaat het in Zweden? Ik moet zeggen dat we het wel vrij moeilijk gehad hebben. Dus we staan onderaan. Maar ik moet zeggen dat alles redelijk dicht bij elkaar ligt. Dus we maken zeker nog kans om er gewoon in te blijven. Maar het is wel keihard vechten nu voor het moment eigenlijk. Dus het is wel iets leuk om even terug naar België te komen. Mm-hmm. Jullie zijn iets over halfweg de competitie. 1 match van de terugronde gespeeld. Ja, dus we hebben nog redelijk veel wedstrijden in te gaan. Dus alles kan eigenlijk nog. Dus, maar het zal wel keihard vechten worden. Ja. Vechten tegen degradatie? Ja, klopt. Vechten tegen degradatie. Ja. Ja. Wat ik zelf niet echt gewoon ben. Dus, maar kijk, ja, het is nu zo. Dus we gaan er alles aan doen om erin te blijven. Ja. Zweden staat ook op de Olympische Spelen. Dat is ook een van de redenen waarom dat de competitie stil ligt bij jullie. Heb je al eventjes de tijd gehad om een van de wedstrijden te bekijken in Brazilië? Nee, ja, op zich nu met de stage en zo was het heel moeilijk om wedstrijden te zien. Ik heb de eerste wedstrijd heb ik wel een stukje gezien. Dat vond ik niet zo goed van Zweden. Dus ik vind niet dat ze echt aan een heel goed toernooi bezig zijn. Dus, maar kijk, ja, ze moeten nu tegen de Verenigde Staten. Dus dat wil ik echt wel, die wedstrijd wil ik wel zien. Ja. Ja, dat is een topaffiche, hè? Ja, dat is wel echt een topaffiche. Dus daar gaan ze toch moeten tonen dat ze er toch voor een reden staan eigenlijk op de Olympische Spelen. Ja. Dan voor jou, nationaal ploeg, dat is midden september. Spelen jullie die twee wedstrijden in Servië thuis tegen Engeland. Hoe belangrijk is dat voor het Belgische vrouwenvoetbal? Heel belangrijk natuurlijk. Ja, dat is echt volop uitkijken natuurlijk. En iedereen is heel hard gemotiveerd nu ook om keihard te werken. En deze stage was ook wel heel goed natuurlijk om nog even samen te komen voor die twee belangrijke wedstrijden. Maar we willen ons nu echt volledig focussen nu op Servië en Engeland. Dan zien we daarna wel. Ja, feit dat je al zeker bent van die tweede plaats, dat is een boost denk ik, hè? Ja, maar we moeten gewoon winnen op Servië. Dat moet gewoon. Dus daar gaan we eigenlijk echt voor. Dus oké, die tweede plaats. Maar we gaan niet voor barragewedstrijden. We willen er gewoon direct bij zijn. Ja, voor kwalificatie in Nederland volgend jaar. Dat is ook voor jou interessant of leuk. Want jij hebt zoveel jaren in Nederland gevoetbald. Hè? Ja, klopt. Dat is toch wel heel speciaal om terug naar Nederland te gaan. Het is ook heel dichtbij voor de supporters en zo. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja, ja, en die finale is ook in Enschede, waar je zoveel jaren geweest bent. Ja, dat heb ik gehoord. Dus dat is zo echt, ja, dat is natuurlijk heel mooi. Maar kijk, ja. Nee, het is gewoon heel leuk om terug te komen naar Nederland. Ja. Ja. Oké. Ik dank je. Veel succes. Dank u wel. Dank u.